Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede, 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 goede morgen, dames en heren. Fantastisch dat je erbij bent. Kom maar, gezellig de wij. Ook via Instagram. Het ging in één keer heel hard hier zo. Maar kom maar, gezellig de wij. Want het is echt een geluk, gelukkig nieuwjaar waarde. Normaal gesproken, dan zeggen we natuurlijk. Let op, even kijken of ik hem hoor. Happy New Year. Ja, happy, happy, happy new year. Voordat ik dan weer hier eruit wordt gezet. Omdat ik een uh, uh, liedje heb afgedraaid op YouTube. Kom maar gezellig erbij, dames en heren. Dames en heren, het is een fantastische dag om, uh, om jou even welkom te heten. En again, ja, het is natuurlijk 1 januari. Natuurlijk moet ik bijkomen van gisteren. En ik hoop dat je erbij bent, want vandaag ga ik heleboel cadeautjes met je uitdelen. Ik hoop dat je mijn mailing hebt gezien, mijn promotie hebt gezien. Ik heb maar liefst. 24, ja zeker. 24 cadeautjes met je delen. Om de 3 minuten. Nee, heb ik gezegd. Om de 4 minuten gaan we cadeautjes uitdelen. Laat ik meteen even een uh, nieuwsitem van maken. Want ik heb heel veel te geven. Het nieuws van de week. Ja, nieuws van de week is. Uh, vandaag gaan we 24 cadeautjes geven. Om de 4 minuten. Dus de eerste 2 minuten zijn voorbij. Dus mocht je het liedje Happy New Year horen, zet hieronder Happy New Year. Dan ontvang je van mij de eerste 4 minuten. Ontvang, ontvang, ontvang je van mij jouw beste jaar ooit thuis de cursus. Helemaal gratis, helemaal voor jou. Dus laat me hieronder weten als je Happy New Year hebt gezegd. Volgens mij even kijken. Hansje zegt ja. Een hele goede morgen. Heel mooi nieuwjaar Hansje. Nou ja, dan uh, bij deze. Kijk, Thorsten zegt goedemorgen. Fantastisch 2024 dat je zo vroeg maar weer bij bent. Gauw, Ja, zeker. Goed dat je erbij bent. Ja, ja. Jullie horen dat niet. Wat horen jullie niet? Jullie horen mijn audio niet. Oh, dat zou echt heel vervelend zijn als de audio weer aan de verkeerde kant staat. Ik weet het niet. Jullie, wij horen dat niet. Oh, jullie horen hebben Happy, Happy niet. Jullie ho horen dat helemaal niet, zeggen jullie. Oké, okay, nou ja. <laughs> dat zou inderdaad een hele goede zijn. Laat ik hem nog een keertje testen. Even kijken of jullie het horen of jullie het niet horen. Wacht even. Want dan weten we dat de wedstrijd niet eerlijk is verlopen. Wacht even. Happy New. Yes. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het gehoord hebben deze keer of niet. Of ik het in het scherm moet gaan doen. Dankjewel Hansje. Even kijken of het uh, wel of niet gelukt is. En als je via Instagram bent Intune, laat me weten. Want dan gaat mijn hele spel. Moet ik even schakelen met mijn telefoon. Maar dat mag ook. En ik weet niet of je het uh, al zo ver bent. Nee, ik hoor niks, zegt ze. Alrighty then. Nou, dan. Nou, uh, dan is het... Uh, dan, dan ga ik... Weet je, dan ga ik gewoon ergens in die vier minuten zeggen... Jongens, nu wel, zegt ze. Alright, nu wel. Dus dan moet ik het via mijn bel doen. En ik weet niet of het met je zit. Uh, hey, de oliebollen. En uh, appelbeignets volgens mij, staan op je te wachten. Of heb je al gegeten? Nou, guys, laat me weten. Hoe was jullie uit nieuw? Laat ik eerst dat zeggen. Lieve Hansje, lieve Thorsten, laat me weten. Als jullie online zijn. En diegenen die online zijn, nu heb ik mijn handen. Oh, man, de handen zijn helemaal geolied. Nu Nu kan ik niet op mijn toetsenborden. En met het filmpje wel, zegt Hansje. Oké, okay, dan ga ik het filmpje iedere keer gewoon erin starten. Zo zie je maar. Dankjewel, lieve live-kijkers. Ik heb altijd feedback nodig. En dit is heel fijn. Even kijken. Filmpje zet ik hier zo. En volgens mij kan ik hem zometeen gewoon weer afdraaien. Gaan we dat doen? Alles doet het goed. I hear you, I see you, I feel you. Yeah, baby. Fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. En yes, zoals ik zei, we gaan om de vier minuten Happy New Year afspelen. En dan gaan we uh, allemaal cadeautjes uitdelen. Het volgende cadeautje die ik ga uitdelen, als je niet hebt gehoord, in aankomende vier minuten, whatever it is, is het prachtig mooie thuisstuk, dus... Boos yourself Want ja, zonder sales heb je geen business. Zonder sales heb je niks. Dus laat me weten. Als je zometeen mijn Happy New Year stukje gaat zien. Even kijken of ik deze banner weer terug kan zetten. Yes. Banner komt terug. En je ziet het. Het is heerlijk weer een heerlijke ochtend bij jullie. Het zijn fijn als je bent. Nou, Torsten, Hansje, laat me weten hoe is jullie oude nieuw geweest? Want ik ga meteen de tijd nemen om mijn fantastische podcastluisteraars te bedanken. Dames en heren. We zitten vandaag op 146.603000. Downloads. Holy peep. Wat heerlijk. Thanks a lot. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Echt zo vet, zo leuk. We gaan keihard richting de 150.000 downloads. Dus dank je wel, lieve luisteraars, lieve kijkers. Dat je zoveel, uh, zoveel liefde aan me wilt geven, zoveel aandacht hebt. En dat je de, de podcast aan het downloaden bent. Echt. Dit jaar gaan we naar het next level. En dat is de bedoeling. Anyways, talking about next level. Ja, het is inderdaad gewoon een doodnormale maandag, lieve torsten. Let's see. Jouw commitment van de week. Ja, de vraag is, wat is jouw commitment van deze week? Wat is jouw commitment? Wat ga je deze week doen? Oké, okay, 2023 is geweest, dames en heren. Oké, okay, 2023 is geweest, we hebben alle evaluaties gedaan, je hebt erop uh, uh, rituelen uh, vastgezet, je hebt allerlei dingen gedaan. I don't know, je hebt brieven verbrand, je hebt op borden gezet, je hebt je zweethoedritueel gedaan. 2023 is voorbij, dan is de vraag natuurlijk, wat ga je in de eerste week doen? Wat ga je in de eerste week van januari doen? Want de week is begonnen. Maandag is het vandaag. Morgen is alweer dinsdag. Ik ben gewoon hier. Het is 10 uur. Het is gewoon een werkdag. <laughs> you know? Maar, maar serieus. Wat is je intentie van deze week? Hoe ga je deze week succesvol maken? All right? En als het de intentie is, rust, bij familie blijven. Al dingen vind ik helemaal prima. Maar laat me weten. Wat is je commitment van deze week? Oké? Okay? Ik ben ontzettend benieuwd. En uh, wat zegt Hans? Hans je zegt ja, er stonden vijf springende, zingende pubbers of postpubbers in mijn woonkamer feest te maken. Oh, wat heerlijk. En je hebt het gered. Goed zo. En uh, Chantal zegt ja, good morning. Gelukkig nieuwjaar allemaal. yay, yeah, good morning. Fijn dat je erbij bent. Yes, 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 yes. Geweldig dat je erbij bent, lieve Chantal. Gelukkig nieuwjaar. Ook aan Sophie en Charlotte. I love you guys. Uh, Torsten zegt... Ja, gedanst en gezopen tot wij bij Nier uh, Kijk. Mooi, man. En... Uh, en je bent gewoon hier op, op zo'n vroege ochtend, ochtend galore. Uh, hoe noem je dat? Galore. Whatever. Het is uh, zo vroeg dat je erbij bent, Torsten. Dankjewel, man. Topper, topper, topper. en gezopen. Oké, okay, dan heb ik een volgende vraag. Op welk liedje heb je de meeste gedronken of op gedanst? Laat me onder weten. Ik ben benieuwd naar welke liedjes jullie normaal gesproken uit je dak gaan. Dus laat me onder weten. Wat was je favoriete liedje? Want ja, uh, ik heb er een aantal. Maar deze is toch wel een hele leuke hoor. Dus mocht je, ik heb het al gezegd. Mocht je dit liedje horen, wat je moet gaan doen. Say, Let op, komt ie dan. Happy New Year, happy new year, May we are now Ja, yeah, Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Je hebt het gehoord. We zijn een spel aan het doen vandaag om de vier minuten. Als je het liedje Happy New Year hoort, moet je hieronder zeggen Happy New Year. Want dan maak je kans op die 24 prachtig mooie cadeaus, en ja, tweede rondje is nou ingaan. Het tweede rondje gaan we hebben over Boosh Yourself. Thuis de cursus, die krijg je helemaal van mij. Dus uh, let op. Uh, even kijken wie is er nu online gekomen. Ja, Ingeborg volgens mij. Ja, Ingeborg. Jij bent diegene die Boosh Yourself cadeautje heeft gewonnen. Dus let op, Ingeborg. Jij bent van Boosh Yourself. cadeautje. Ik wens je een gelukkig, gezonde, prachtig, magisch 2024. Dankjewel. En uh, ja, superleuk nummer. Yeah. Helemaal te gek. We hebben winnaar-winnaar, dames enнолог, en heren. Uh, en even kijken. Wat zegt het liedje van Hansje die zegt ja naar links, naar rechts van Sno snollebollekes was een favoriet hier. Aha. Dus links, 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 rechts, rechts rechts. Ik weet niet hoe je mij zit. Mirror doet of ik naar de goede goede kant, dan, uh, goede kant aan het draaien ben. En ja, Ingeborg zegt Happy New Year. Yes, lieve Ingeborg bij deze. Vanmiddag komt het cadeautje naar je toe. Uh, boost yourself thuis in de cursus. Dus je bent een van de geweldige winnaars. Dus mocht je nu inschakelen. Ook mocht je ook vanuit Instagram of YouTube of waar dan ook inschakelen... Om de vier minuten laat ik een liedje horen, namelijk het liedje Happy New Year van Abba. En als je dat hoort, uh, zet hieronder Yes, Happy New Year. En je mag ook in herhaling meedoen, herhaling mee natuurlijk. Want 24 cadeaus is een fantastisch symbolische, sy, uh, symbolisch getal. Maar als je in herhaling kijkt vanochtend of van, uh, vanavond of uh, van de week, je kan nog steeds meedoen aan deze actie. Ik geef graag cadeautjes uit, alright? Dus de aankomende vier minuten gaat het over Boost yourselves. Anyways, waar ik het over wilde hebben vandaag, naast het feit dat het 2023 is afgelopen naast dat ik natuurlijk jou wil zien. Ik ben ontzettend blij dat jullie hier met zoveel getale aanwezig zijn in de live. Wil ik het hebben over de vijf online trends van 2024. En het is heel bijzonder, want eigenlijk heb ik een aantal van deze trends al in een bijzonder interview. Vorige week was het volgens mij van de week op de woensdag. Was, oh, was het vorige week woensdag of was het de week daarvoor volgens mij? Was het de week daarvoor woensdag? Heb ik in de show samen met Thorsten en Hansje, heb ik al wat tipjes van de sluier gegeven. Allright? Dus daar die informatie heb ik weer meegenomen. Ik dacht, waar kan ik de dag vandaag mee beginnen? Hoe kunnen we nou het beste... Iets beginnen. Ik denk, ik ga het hebben over deze vijf online trends. Waardoor jij weer de volgende level kan gaan. Waardoor jij weer voorsprong hebt op andere mensen. Oké, okay? dus ga eracht. Ga rustig achterover zitten. Pak een uh, appelbeignet of een, of een, uh, of een uh, lekker oliebol. Of gewoon een kopje thee. Whatever your thing is. Ga achterover zitten, want hier komen extra uitleg over de vijf online trends van 2024. Here they come. Yes. <coughs> Ja, yes, zoals ik daar ook heb gezegd uh, in een interview, is, is een van de grote online trades wat er gaat komen, is het live gaan. De video en live gaan worden mega mega uitgerold. Sowieso op LinkedIn. LinkedIn gaat een enorme campagne voeren. Om, die, om LinkedIn live veel meer te gaan promoten. Veel meer naar voren te halen. Maar ik zie het nu steeds meer. Ook via Instagram komt het live gedeelte steeds groter worden. Dus mocht je een auteur zijn, spreker zijn, coach zijn, trainer zijn. Iemand die graag voor de groepen staat. Zorg dat je vaker live gaat. Zorg dat je leert hoe je live moet gaan. Zorg dat je een plan hebt om een live uitzending te doen. Een live show te doen. Nou, weet je, niet zoals ik hier met toeters en bellen, waardoor jullie afschrik. Je kunt ook gewoon op Instagram kun je gewoon live gaan. Je hebt StreamYard niet nodig. Je hebt mijn software niet voor, daarvoor niet nodig. Maar ben je serieus? Ga er goed over nadenken dat je echt een livestreaming-strategie voor jezelf op gaat zetten, oké? Okay? Want ik weet één ding. Dit wordt één van de grootste, grootste uitrolmomenten van dit jaar van LinkedIn zeker. En van Instagram ook. Daar wil je in mee gaan spelen, oké? Okay? Let op. Dat is, dat is dus die trend. Trend nummer één, dus live gaan. Even kijken, wat zegt Thorsten? Die zegt, ja, we dansten met Edwin Eversband. Die speelde bij ons live in de woonkamer. Ja, bij jullie ook toevallig. Bij ons ook ergens halverwege. Op welk liedje heb je gedanst, Thorsten? Laat me weten. Want ergens halverwege kwamen we daarin. Alleen, ik zeg je eerlijk, heel eerlijk, Thorsten. Ik heb omgeschakeld naar Vrienden van Amsterdam Live omdat ik hem niet al te sterk vond. Just that you know. Well, that, that, that is misschien dat het bij ons was. De kinderen waren gewoon lekker enthousiast dingen aan het doen. Ik, ik, voel, ik heb hem beter meegemaakt, Edwin Evers. Anyways, if it makes you happy, it makes you happy. Hansje zegt: Ja, het was heel fijn dat je erbij was. En wat hebben we veel geleerd? De show is gewoon terug te kijken. Ja, dames en heren, check bij Hansje of bij Torsten. De interviews zijn allemaal terug te beluisteren. Check dat Dit was om uh, onder andere Ruben. Ruben no. Oh, ik wens een achternaam. Laat me achter. Oh, Allah. Hij heeft een moeilijke achternaam. Ik heb een moeilijke achternaam. Maar hij heeft er ook een. En mijn grote vriend, natuurlijk. Meneer Bakker. Hugo Bakker dan. Niet de vriend. Niet de familie. En niet verwarren met Torsten Bakker. Maar Hugo was er ook bij. We hebben echt een superleuk gesprek gehad. En Torsten zegt: Ja, het was supergezellig met je. En hij was flink afgevallen. Je had een nieuw kapsel. En je had mooie dingen te vertellen. Ik had het. Wat, wat gebeurde nu? Ben ik weer mijn oude ik geworden? Ik hoop het niet, man. Zoveel oliebol heb ik gisteren niet gegeten. Anyways, ja, ik vond het echt fantastisch. Dank je voor de uitnodiging, guys. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en zoals ik vaker vandaag zal zeggen... ...zoals ik vaker vandaag zal ook jullie uh, optrommelen... ...om op te gaan zingen met say. ons, is gewoon... ...hier komt hij aan weer, ja hoor. Ja, want de volgende blok is aangegaan, dames en heren... En voor de blok, iedereen die hieronder Happy New Year neerzet... ontvangt van mij, ja, die, 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 weet je, ik ben gek geworden... een persoonlijke consult van een uur. een, een op één coaching van mij, De waarde van... nou, zet er maar een waarde op, 2000 euro, 3000 euro, I don't know... wat een uur waard vindt met mijn mentoring. Ik ga je één uur lang... Uh, een uur lang ga ik je helpen met je business. Dus laat me onder weten, zet hier een grote Happy New Year... want de, het is de derde volgens mij, yes... Derde blok is online gaan en daar gaan we het hebben over. Dus dan is het cadeautje één op één coaching door mij. alright? En Hansje zegt: ja, klopt de toevoeging dat je het beste. Dat je het beste heel kort of heel lang. Uh, wacht even, dit is een hele mooie vraag. Hele mooie vraag. En als ik dat zie, dan zie ik al: die vraag sla ik heel even over. Want er komt nu al de winnaar, namelijk Hansje zeggen Happy New Year! Yes! Yeah. Oh, goed Hansje. Dan gaan we samen kanalen. Dankjewel, dankjewel. Super, super, super dat ik het ooit wilde uitpakken. En je vraag om te beantwoorden, dat is een hele goede vraag, zegt... Klopt de toevoeging dat je het beste heel kort of juist heel lang live moet gaan... omdat alles wat ertussen valt, mensen daar juist niet voor gaan? Dat is een gewetensvraag, kan ik je vertellen. En nee, het klopt niet. Ik denk namelijk dat het niet klopt, want dit is veel te veel vanuit de audience bekeken... Uh, als je zegt, ja, ik dans mee, dank je wel. Ik, ik denk dat het met het, met het format van je livestreaming te maken heeft. Heel kort of heel lang heeft puur te maken met toegevoegde waarde die je te geven hebt. En met de consistentie die je te maken hebt. En vooral met wat je, wat je van je uitzending wil. Ik vind een hele korte uitzending vind ik niks aan om live te gaan. Binnen twee minuten... Drie. Porno, drie minuten, vier minuten. Ga je, ga je live. En dan, voordat je connecties het zien. dan ben je alweer klaar. Dan kan je net zo goed een video opnemen. Dan kan je net zo goed een reel opnemen. Dus ik ben niet van korte lives. All right? Zeker niet op LinkedIn. Want LinkedIn, daar wil je heel wat toe, waarde toevoegen. Dat mensen niet altijd bijblijven als je het langer dan vijf minuten doet. Yes, maar dat is helemaal oké, okay, want op je, je LinkedIn kan je in herhaling kijken. Je kan allerlei, uh, uh, allerlei uh, snippers ervan maken. Alleen ik denk, wanneer je de live-strategie in wil zetten. We hebben nog steeds over trend nummer één. Dat je echt met een goed plan moet gaan komen, dat een consistent, met een consistente strategie. Aan moet gaan en niet zomaar. Oh, ik ga maandag live. Ik kijk wel wat ik ga doen. Nee, dat je met thema's moet gaan werken, met stappenplannen, met een bepaalde lancering, met de hoogtepunten, dipten met bepaalde items. Ik bedoel, het is niet zomaar dat er bijvoorbeeld maandag dat je dit hoort. You know? Dit is de jouw commitment van de week. Ja, commitment van de week hoort bij maandag en soms draai ik dit item half weken de week ongeveer. Let op. Van de dag. Dus wat ik zou doen, ik zou goed nadenken hoe je live uitzending boeiend kunt gaan maken. Dus het is echt een combinatie van drie belangrijke aspecten. Namelijk Entertainment, het moet entertaining zijn, het moet educatement zijn en het moet empowerment zijn. Dus edutainment betekent dat je uh, mensen gaat opleiden en empowering betekent dat je mensen moet gaan bevragen, opdrachten moet gaan geven. Ik beschouw mijn live, live uitzending als echte training. Het zijn mini-trainingen van mij die ik iedere dag geef. Oké, okay? dus het is net hoe je dat inzet, heel kort of heel lang, heeft echt, echt absoluut met je audience te maken, met de waarde die je aan het geven bent. Oké, okay, ik hoop dat ik je vraag op die manier heb beantwoord. En Sandra zegt, ja, morning, happy new year. Ja, ook Sandra wint. Yes. Goed zo, Sandra. Gefeliciteerd, lieve Sandra. Ook jij wint uh, speciale speciaal cadeau van mij, namelijk dat we een uur één op één op jouw business gaan zitten. Van harte gefeliciteerd. Wil je dat ook? Dan moet je zo meteen even opletten als het liedje Happy New Year komt in de aankomende 2-3 minuten. Dan moet je mee gaan springen, dames en heren. All right? Even kijken, wat zegt Hansje? Ze zegt, uh, ja, super antwoord. Heel graag gedaan. Anyways, daar kunnen we zeker mee uh, als we je cadeautje gaan uh, verzilveren daarover hebben. Absoluut als je daar serieus over na wilt denken. All right, dat is trend nummer 1. Ik ben weer aan het, uh, veel te veel aan het praten. Trend nummer 2. Trend nummer 2 heet een nieuw social medium. Dat heet Threads. T-H-R-E-A-D-S. Ik ben het nu aan het uittesten. Ik ben van alles nog wat aan het doen. Alleen ik denk, omdat het via Instagram komt. Dat het via Facebook gaat komen. En op uh, WhatsApp verbonden is. Dat, dat, dat het Facebook... Dat Facebook Imperium niet zomaar dan zo'n threads heeft opgezet. Dus als je nog niet op threads staat, ga me sowieso volgen. T-H-R-E-A-D-S. Uit mijn hoofd, het is in Nederland beschikbaar sinds twee, drie weken. Dus kijk, kijk maar even op threads daar. Want ik denk namelijk dat Instagram iets gaat schakelen met threads. Waardoor die twee, die twee sociale media bij elkaar gaan. Net als dat ik nu zie, dus sinds twee weken, dat ik hier op Instagram live kan gaan. Dus ze zijn iets achter van plan. En ik zou altijd. Uh, hoe zal ik zeggen? Hoe zal ik het heel netjes zeggen? Ik ben liever een, een early adapter, dat ik een sociaal medium... Eerder zeg maar, opgaan en ga testen. dan dat ik pas na half jaar, drie kwart jaar. achterkom dat ik iets gemist heb. Oké? Okay? Dat heb ik toen met clubhuis ook gedaan. Ik was ook een van de eersten in Nederland. die daarop gingen. En je wil niet weten hoeveel relaties. hoeveel mooie mensen. hoeveel gave ervaringen je op clubhuis hebt gehad. Dus mijn advies aan jou. ook al denk je. ja, het is misschien het, het volgende, volgende medium. Ik denk namelijk dat het een blijvend medium is. threads. Ik denk dat threads. een enorme concurrentie aangaat met x. Want bij x moet je op een gegeven moment gaan betalen. Dat is. Twitter, vroeger Twitter van Elon Musk. En ik denk dat de thread, zeg maar, een tegenhanger wil worden daarvan. But again, je kan het altijd testen. Ik ben niet dag en nacht op threads. Ik ben misschien twee minuten per dag op threads te vinden. Ik post daar iets en dan ga ik engage ik ga kijken wat er gebeurt. Je hoeft niet dag en nacht daarmee aanwezig te gaan. Niemand zegt dat je 24/7 iets moet gaan doen. Maar ga het wel aan. Ga het wel testen. Kijk maar hoe het is. Want het is niet zomaar. Het is niet, uh, niet zomaar het volgende social medium wat erop komt. Het is, het is absoluut in verbonden met Instagram en met Facebook en met WhatsApp. Dus daar zijn ze waarschijnlijk hele goede dingen mee van plan. Trend nummer twee. Anyways, uh, volgens mij is het, uh, 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 is het al. Nee, we hebben nog. Ik, ik zet er nog twee extra minuten. Mocht je nu, uh, mocht je nu live komen, mocht je denken van armiek, wat ben je aan het doen? Wat mij betreft, als je nu gaat uh, zingen of gaat zeggen. Dit was even een korte om je te laten herinneren. Mocht je nu kijken, mocht je denken van, Hey, happy new year. Ik wil graag die, dat cadeautje van, ja, laat me hieronder weten, alright? Uh, laat me hieronder weten. En volgens mij zie ik hier onze geweldige profeet Elisabeth herself hier binnenkomen. Die zegt, ja, Elis <coughs> sorry. <coughs> Elisabeth van der Meer, goedemorgen. Uh, net als een gelukkig en succesvol 2024. Ja, dankjewel, lieve Elisabeth. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, ik zeg uh, tegen iedereen: als je nog een oliebol wil of een uh, appelbankje, hey, ik heb hem gewoon zo neergezet hier als, als een symbool van nieuwjaar. Weet je, drink een kopje thee. Want we hebben het gehad over de trends van 2024. Oh, ik heb hier mijn handen. Sorry, guys. Yes, trends. Twee trends. Trend nummer één was uh, live. Trend nummer twee was threads. Trend, threads. T-H-R-E-A-D. En nu gaan we naar de volgende trend. De volgende trend is heel simpel. We hebben het laatste over gehad in de show van Torsten en Hansje. Het gaat om persoonlijk maken. Persoonlijk, persoonlijke sociaal, social media in plaats van ChatGPT. Ik voorspel, maar again, daar zijn al meningen over verdeeld. dat de hoogste tijd van AI is geweest, dames en heren. Oké? Okay? Hoogste tijd van de AI. ChatGPT is inmiddels geïntegreerd. Diegene die het wilde integreren heeft het geïntegreerd. Diegene die het niet hebben gedaan zijn overeen gestapt. Alright? Dus de AI en de, en de hele hype van AI gaat op een gegeven moment naar beneden. Dat zie je ook tegen het einde van het jaar, dat de, dat de, dat de hype naar beneden is gegaan. Dus wat blijft erover? Diegenen die het hebben geadopteerd, aangepast, toegepast, die zijn ermee aan de gang gegaan. Zoals dus je dat bent geweest, fantastisch. En diegenen die het niet hebben gedaan, die is overgewaaid. Dus waar het over gaat blijven... is persoonlijker worden. Persoonlijke mailings. Persoonlijke social media. Persoonlijke benadering van mensen. Mensen zijn niet meer onder de indruk... als je gaat om... een je dit mailtje gaat sturen. Please, please, please. Ik zeg niet dat e-mailmarketing dood is... want e-mailmarketing werkt nog steeds als het beste. Maar... Stop met de dingen te doen waarvan je dacht in 2020 al mee te beginnen. En als je in 2024 nog steeds hele droge e-mails gaat sturen naar je mailinglijst, dan heb je een probleem. Als je hele droge zakelijke follow-ups gaat sturen via je inbox, dan heb je een probleem. Dus zorg ervoor dat we DM-marketing. Direct mail, direct message marketing. Zorg ervoor dat je veel meer uh, persoonlijk gaat benaderen, veel minder gaat follow-up, veel minder gaat verkopen. Dus niet salesy follow up maar echt daadwerkelijk heel veel toevoegen. Daadwerkelijk in connectie gaan. Daadwerkelijk kijken, kan ik een bijdrage leveren aan? Ik, ik zei het in de show toen ook. Ik zeg, ja, dat, dat doen alle master networkers al jaren. Ik bedoel, dit is exact uh, wat ik al, al uh, meer dan 15 jaar roep. Dat we uh, moeten gaan netwerken, veel meer waarde moeten toegevoegen aan de levens van anderen. En dan veel meer eerst moeten gaan geven voordat we gaan, gaan verkopen en gaan, gaan, uh, gaan oogsten. Maar dat wordt de volgende trend. Uh, wat ik zie voorbij komen. Want alles wordt persoonlijker. Je ziet het in sociale media. Mensen gaan. Alle, alle reclame uh, uit scannen, alright? <coughs> Excuus. Je ziet het. En het moment dat de reclame uitgescand wordt, dan wordt je spam niet meer gezien, oké? Okay? Elisabeth zegt ja, hé, hey, je uh, komt net binnen. Welke cadeaus? Nou, lieve Elisabeth, om de vier of vijf minuten laat ik het liedje Happy New Year aan de gang gaan. Om in een blok. Gelukkig zit je in een goede blok. Dus je hebt zojuist mijn 1 op 1 consult gewonnen bij deze. Van harte gefeliciteerd. Uh, ik ga om de 5 minuten zet ik gewoon een nieuw blok neer. We hebben het eerste blok gehad met jouw beste jaar ooit tickets. tweede blok was boost your sales thuis. Dus nu is de 1 op 1 coaching. Waar je dus invalt. Dus van harte gefeliciteerd. En om de zoveel minuten knal ik Happy New Year erin. En iedereen die live is en mee wil luisteren. Die zet Happy New Year of Gelukkig Nieuwjaar. Dan ontvang je dit cadeautje. Even een kleine uitleg. En Hansje zegt, ja, het toffe woord in elk gesprek was verbinding, echte verbinding van mens tot mens. Absoluut, absoluut. Dit wordt nog vele malen belangrijker in 2024. Dat wordt vele malen belangrijker, want mensen doorzien. Mensen doorzien alle, alle makkelijke marketing, alle robots. Ik heb hier letterlijk gezegd, uh, robots weg, alright? Juist. Uh, weet je, ik, 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 ik zei laatst uh, op de sportschool waar ik sport staat heel groot. Future is human. Dat vind ik heel mooi. Dus ga de verbinding aan. Ga de relatie aan. En zorg ervoor dat je daarbij komt. En ik zie nog um, meer mensen via Instagram kijken. Dus dankjewel. Hey Esther, wat leuk dat je aan het kijken bent. Esther Vree, volgens mij ben je ook een hele goede relatie. Van Elisabeth, als ik me niet vergis. Fijn dat je erbij bent. Ook op Instagram zijn we tegenwoordig live. En om de vijf minuten vandaag. Daily cadeautjes Dus als je hieronder zet Happy New Year, dan ontvang je in dit blokje mijn 1-op-1 consult van, ter waarde van 2000 euro voor dit jaar. Dan ga ik je graag geven. Dus zet hieronder Happy New Year. Laat ik hem nog, nog een keertje voor de laatste keer, nog één minuut, dan ga ik hem nog een keertje afdraaien. Als je Happy New Year neerzet, dan ontvang je. Happy New Ja, dit is een hele korte om je te reminden dat we nog één minuut hebben. Anyways, dus we hebben het over trend gehad, over live gaan. We hebben het trend gehad, over threads. En de derde trend is en was persoonlijk worden in verbinding gaan. Een connectie zoals iedere master networker. Dan ga ik naar de vierde. Dan ga ik naar de vierde, uh, vierde trend wat ik voorzie. Wat voor 24, uh, 2024 nog beter gaat werken. En hier waren we het niet heel erg mee eens. Oké, okay? hier, hier uh, verschilde ik van mening van, met Hugo en met. Um, met Ruben uit mijn hoofd. Uh, en ik zie een Happy New Year binnenkomen. Volgens mij, zegt, uh, volgens mij is dit weer Elisabeth. Dus als je dat bent Elisabeth. Je had dan al gewonnen. En nu nog een keertje. En als je geen Elisabeth bent. Je bent via, uh, via Facebook. Heb je Happy New Year gezegd. Laat me weten wie je bent. Want je hebt bij deze manier één op één coaching gewonnen. guys. Onthoud dat. Anyways. Uh, Trend nummer vier, ik was het hier niet mee eens met, met de heren en daar hadden we een hele leuke discussie over. Want uh, Ruben zei, ja, je moet naar fysieke producten gaan met kalenderdingetjes, met, met, uh, 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 scheurkalenders, allerlei dingen. Ik ben het daar niet mee eens, oké? Okay? Wat ik denk, namelijk dat de vierde trend gaat worden, is nog waardevolle gratis producten. En je lacht me wel licht uit, dus je denkt van, ach, oh, Jesus. iedereen heeft wel een e-book, iedereen heeft wel een, I don't know, een weggever of wat dan ook. Maar nu komt het, alright? Dan is de vraag namelijk aan jou: hoe kun je onderscheiden? Ondanks het feit dat iedereen het heeft, hoe kun je onderscheiden met een gratis product? Hoe kun je onderscheiden met je, met je, met je weggever? Denk je dat de tijd van de weggever voorbij is? Denk je dat de, de tijd van de weggever voorbij is? Seriously? Denk je dat, dat je alleen maar door een linker te zetten van hey, boek hier een strategische sessie waarbij je 30 minuten iets gaat weggeven, waarvan waarschijnlijk 25 minuten meer gaat verkopen. Dan dat je echt de vraag gaat stellen. Really denk je dat de tijd van no like trust begroeten kwalificeren uitnodigen voorbij is? Ik denk van niet. Ik denk in ieder business in ieder, ieder communicatie vorm iedere communicatie norm iedere lancering geldt. Je wil eerst begroeten, contact maken, daarna wil je kwalificeren. Past diegene wel goed bij mij of niet? Past diegene voor de ideal clients? Dan wil je gaan uitnodigen om naar iets te gaan kijken. Dus zijn echt stappenplannen en dan pas ga je naar een relatie toe. Oké? Okay? En een fantastische, toegevoegde, enorm waardevolle, gratis product hoort daarbij. Gratis product hoort bij kwalificatie. Past diegene bij mij of niet? Gaat diegene wel of niet mijn e-book lezen? Heeft diegene wel het gesprek afgemaakt? Gaat diegene wel naar een, naar een webinar toe? Wat doet diegene bij het webinar? Oké, okay, dus ga niet denken: oh, ik stop met gratis producten en ik ga alleen maar via Calendly zo'n automation met een strategische van 30 minuten, waarvan ik hoop dat mensen dat gaan boeken. Alleen de vraag is: heb je wel eens. 30 minuten gesprek gehad in zo'n strategische sessie... en heb je gezien hoe snel die mensen daar doorheen jassen. Hoe snel ze naar het product willen gaan pushen. You don't want to be like that, oké? Okay? Laat ik zeggen, ik wil daar niet op lijken. Ik wil graag een relatie opbouwen om het eerst te leren begroeten. Dat is een no-fase, no like trust. Daarna wil ik mensen kwalificeren, want ik wil niet met iedereen werken... Massa is kassa is niet mijn business. En daarna wil ik daadwerkelijk ze uitnodigen om samen te gaan kijken of je diegene kan helpen. Dan ga je naar het volgende level. En dan pas kom ik met een onweerstaanbaar aanbod. En let op: onweerstaanbaar aanbod. Met andere woorden, hoeveel van jullie, laat ik in de live checken, hoeveel van jullie heeft daadwerkelijk een onweerstaanbaar aanbod? Hoeveel van jullie geeft aan het eind van een webinar... een onweerstaanbaar aanbod? Dus niet een aanbod. Niet, niet wat je altijd doet. Niet van hey, mijn uurtarief is weet ik wel 80 euro, 50 euro, 150 euro. En hier heb je voor 5, krijg je zoveel dingen. Maar werkt onweerstaanbaar. Hoe zorg je dat je onweerstaanbaar aanbod gaat creëren? Oké? Okay? Dus dat is wat mij betreft... Trend nummer vier, dat onweerstaanbaar aanboden na een gratis product vele malen belangrijk gaan worden. Maar alles begint met gratis product. Alles begint met dat mensen laagdrempelig, goedkoop, gratis bij jou binnenkomen. In plaats van, oh, ik ga meteen iemand, uh, iemand in gesprek aan, of in plaats van op een andere manier automation te gaan neerzetten. Bij mij. Zal je dat nooit, nooit zien komen? Omdat ik daar niet in geloof A, B en ik geloof veel meer in geven aan de voorkant. zodat mensen veel meer vertrouwen gaan krijgen. Want mens is niet veranderd. Oké, okay? wij, 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 wij zijn eigenlijk nog steeds heel erg wantrouw. We zijn nog steeds sceptisch. Oké, okay? we zijn nog steeds. Uh, we vertrouwen niemand meer. Zeker niet in deze tijd. Het is niet ineens dat iedereen goedgelovig is geworden. kan niet. Dat bestaat niet. Dus dan wil je ze begroeten, kwalificeren, uitnodigen en dan pas aan de relatie werken. De BKUR-methode. Alright? Hele mooie vragen komen nu binnen. Maar laat ik ook meteen zeggen, <coughs> dit is het teken. We gaan, naar de volgende, we gaan naar het volgende cadeautje. By the way, als je net het cadeautje hebt gehad, mag je ook hier dan meedoen. Want het volgende cadeautje is Boost Your Marketing cursus. Oké, okay? dus wat ik je wil aanbevelen, en ik ga hem weer afzetten voor je. En ik ga zeker de vragen zo beantwoorden, maar het is handig als ik even een internet zo doe. Hier komt het volgende blokje voor Boost Your Marketing. komt je aan! Happy New Year! Happy Happy New Year! Dus mocht je dit horen weer, dit hele aankomende vijf minuten gaat het over uh, de Your dus marketing ter waarde van 697 euro. Die ga ik je gratis geven. Dus zet hier Happy New Year! En wat helpt altijd als je deze uitzending uh, uh, leuk vindt, deel alsjeblieft deze uitzending met al je vrienden. Deel het op uh, uh, Facebook, Instagram, whatever it is. Check it out! En uh, er komt uh, Chantal die zegt ja Happy New Year! Yeah! Happy New Year bij deze. Yes! Uh, ben jij de winnaar, lieve Chantal? Fantastisch. Goed dat je erbij bent. Super, 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 super. En zoals jullie zien, ja. Vandaag zijn we bezig met natuurlijk de trends van 2000, uh, 2024. En ik zie hier allemaal vragen binnenkomen. Even als eerste checken bij. Sandra zegt. Oh ja, Elisabeth zegt. Ja, ik was het. Ik was het. Goed zo, Elisabeth. Dus de 1 op 1 is in de pocket. Dankjewel. Sandra zegt. Ja, dat is heel pusherig en irritant als mensen dat doen. Even kijken. Mooie vraag van uh, Hansje. Die zegt: waarom staat het dan een. Fysiek product, want het kan toch allebei een strategie zijn? Absoluut, Hansje. Maar nu komt het. Waarom ik niet voor fysieke producten meteen zakjes en again, je hebt het gezien. En die gaan straks natuurlijk de kaarten trekken van Chantal, dit is een fysiek product. Oké, okay? dit is een fysiek product. Dus am totally fine als je erbij de beide strategie gaat doen. Maar één groot nadeel: Één groot nadeel. Vraag het dan iedereen die fysiek producten heeft en daar eerlijk over wil zijn. Eén groot nadeel met fysieke producten. Als je het niet op de juiste manier gaat doen. Tenzij je het juist gaat doen. Maar de meeste ondernemers hebben geen idee. Fysieke producten heeft een heel groot nadeel ten opzichte van online producten. Namelijk fysieke producten. Neem plek, neem ruimte. Je kan niet zeggen: ik ga per bestelling een kaart laten. Een, een, een doosje laten bestellen. Ik kan niet per bestelling. Doe ik even. Weet je, doe maar even zo'n zo dingetje. En per bestelling als je het verkoopt, dan ga je het pas maken. Nee, je moet het van tevoren maken. Ik weet niet, Chantal weet het zelf uit de hoofd. Hoeveel producten moet je maken... wil je dat daadwerkelijk een korting op afdingen? Hoeveel producten? Ik denk dat, de, dat we een stuk of vijftig van deze dozen hadden. In ieder doos had er 24 van die, van die producten. En die moet je ergens kwijt. Dus je hebt met een voorraad te maken. Dus voorraadbeheer. Je hebt met space te maken. En ik kan je, ik kan je wat vertellen. En de stress van mijn hele voorraad is er... maar ik moet nu gaan verkopen... is mega, mega hoog. Alleen... Wanneer ik jou zou aanbevelen, fysieke producten gaan maken. Als je een manier vindt om je voorraadprobleem op te hebben gelost. En als je een manier vindt dat je weet, hé, hey, de eerste 500 die ik bestel gaan al uit. Je doet een pre-sale. Dus je weet zeker dat alle producten die je nu gaat maken. Als je alle producten weet van tevoren te verkopen. En je gaat dan fysiek. Dan doet het hartstikke goed. Maar ik weet niet of ieder ondernemer weet hoe ze dat moeten doen. En ik weet niet of ieder beginnende ondernemer daar geschikt voor is. Ik zou het je niet aanbevelen. Ik ben vroeger. Onder andere voorraadbeheerder en manager geweest van een grote opleiding instituut. Ik heb gezien wat er hoofdpijn dat is. We hadden voor boeken in de voorraad, CDs in de voorraad, DVDs in de voorraad, we hadden t-shirts in de voorraad. We hadden echt, je wil niet weten, dat is een heel heel grote investering en je weet niet of je het gaat verkopen. Again. Als je op de juiste manier gaat doen en je hebt dat gepreseld. Doen, doen, doen. Daar heb ik niks over gezegd. Daarom heb ik mijn mond netjes gehouden toen tijdens het interview. Want ik had met twee grote experts te maken die wisten wat ze aan het doen waren. Alleen dat is een gevaarlijke investering. Ik vind het een gevaarlijke strategie. Ik heb liever dat je een e-book maakt of een online training maakt of een videoserie maakt. Het heeft geen voorraad nodig. Het is een linkje. Daarom kan ik nu ook al die cadeautjes weggeven aan jullie. Dit doet mij niks. Dat zijn allemaal linkjes. Dat zijn allemaal thuis -cursussen. All right, yes, heel waardevol. Absoluut, absoluut. Uh, het is niet omdat ze online zijn dat ze niet waardevol zijn. Alleen ik ben niet van fysiek product omdat ik gezien heb. Als je het verkeerd doet, als je niet weet wat je aan het doen bent, ga je 1000 euro hier. Wat zegt Chantal? Chantal zegt ja, ik had 500 dozen hier. 500 dozen met 36 stuks in elke doos. Ik doe, ga maar na in godsnaam waar we die dozen hebben kwijtgemoeten. Seriously. Oké, okay, ga maar na hoeveel stress het is als je continu uh, heel hard je best doet. Je bent aan het promoten en je verkoopt niet. En je hebt nog steeds een voorraad, voorraadbeheer en al dat soort dingen mee bezig. Alright? Dus zorg ervoor dat je het op de juiste manier gaat doen als je de fysieke producten aangaat. Uh, als je aan de fysieke producten gaat zitten. Oké, okay? ik, ik, bij mij ik, ik zou ik het nog niet doen. Zorg ervoor dat je eerst die online strategie goed Oké, het gaat om online trends, hè, wat ik zie. Tenzij je grote mailinglijst hebt, tenzij je gepresaled hebt, tenzij je fantastisch bent in affiliate marketing op wel. Tenzij je affiliate marketing doet, dus dat je in fysieke producten zit, maar het zijn niet van jou. Helemaal goed. Anders zou ik het niet doen. Alright? Even kijken, wat zegt Sandra? Ja, ik knap daar meteen op af. Ik, het ging ook nog een strategische sessie. Chantal zegt: ja, ik geef altijd om je staanbare aanbieding tijdens mijn actie. We gaan het straks over hebben. Maar Chantal mag het alvast promoten. Wat krijgt ze, wat, wat krijgt ze vandaag voor deze prachtig mooie, mooie kaartenset? Chantal. Laat het hieronder weten. Promote het even. Met een prachtig mooie, prachtig mooie producten. Helemaal ingepakt. En volgens mij krijgen ze nog steeds twee. Holiday kaartjes erbij. Laat ons hier weten. Want dan heb je het al staan bij aanbod. En ze zegt Happy New Year. Yes. Je hebt het gekregen. Even kijken. Wat zegt Thorsten? Thorsten zegt ja. Wat fijn dat we allemaal hier zijn. Yeah. Je bent fantastisch Thorsten. Bij deze ben je ook de winnaar van die Booth Marketing. Absoluut en uh, wat ik sowieso ga doen, iedereen die gewoon op dit moment live aanwezig is, krijgen ze al alle zes cadeautjes, dames en heren. Dus don't worry about it. Maar zorg ervoor dat jij het niet meer blijft zeggen, want dan heb ik een reden. Yes, uh, Chantal zegt, die thuisstukkers wil ik heel graag. Dankjewel. Top, 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 top. Even kijken. En Chantal zegt, nee. <laughs> ik zei 500 dozen, dat is niet zo. Uh, het zijn 500 kaartensets. Maar verdeeld door veel dozen in ieder geval zat er 36 stuks. I know. Dit waren volgens mij... Nou weet je, doe maar 500 gedeeld door 36, zou ik zeggen dan kom je op een aantal, maar er waren iets van weet ik, van 50, 60 dozen. Die heeft ze eerst helemaal naar binnen moeten sjouwen, eerst van Schiphol naar huis moeten, moeten laten brengen, daarna naar binnen sjouwen, daarna naar de, naar, de, naar, naar de zolder sjouwen, daarna weer naar beneden naar haar eigen kantoor, daarna weer uit het kantoor naar het huis. Jongens, het is een mega, mega ding. Waar ik... I, I bless your soul dat Chantal dat doet. Alleen het is echt een ding. Vergis je daar niet in met fysieke producten. Torsten zegt... Aramiek, je gedrevenheid en passie inspireert mij. Je bent geweldig. Oh, lieve Torsten. Dank je wel. En dit is helemaal cool. Ik kijk en luister terwijl ik de luier verschom van onze, uh, van onze kleindochter. Oh, wat vet. Heel cool. Hoe <laughs> oud is je kleindochter, lieve Torsten? Dan zet ik een liedje op voor haar. Oh, wacht even. Gaat een liedje opeens af. <laughs> Moet ik een lullaby, baby? Lullaby. Even erin knallen. Even kijken wat er gebeurt. Ik weet of jullie dit horen. Even kleine de erbij. Speciaal voor Opa Toorsten. Anyways, anyways. Wat heerlijk, man. Lekker opa worden. Lijkt me super torsten. Heerlijk. Je raakt het helemaal. Super. Uh, anyways, we zitten nog steeds in het blokje, dames en heren. Als je hier Happy New Year, je zit het hieronder. Je Happy New Year neerzet. Ontvang je van mijn boost Your Marketing thuis de cursus. Ook al heb je de rest van de cadeautjes gehad. Zet hier daar. Happy New Year, dan ontvang je het. En wat zegt Chantal als toevoeging? Yes. Ik heb mijn kerstaanbieding alleen voor vandaag even opnieuw online gezet. Kijk, daar gaat ze. Kerstaanbieding met twee prachtig mooie kerstkaarten. Met deze. Wat is het? 62 prachtig mooie kaarten voor, uh, voor vandaag. Als je het vandaag bestelt voor meer dan 60% korting, krijg je dit prachtig mooie pakketje. In plaats van de normale 59 euro voor slechts 20, 22 euro. Let op, dat is onweerstaanbaar aanbod, oké? Okay? Want je krijgt en mijn inspiratiekaarten uit bestaande uit zes, uh, 62 kaarten. Plus de twee kerstkaarten. Plus. De prachtig mooie cadeau verpak ik. En het, het boek wat uitlegt wat het eigenlijk inhoudt en de quotes gaat doen. Alle kaartensets worden mooi ingepakt. Bam. Alright. Fysiek product, dan moet je op die manier gaan aanpakken. Maar again, dat was, dat was mijn reden waarom ik fysiek product niet zou aanbevelen. Ik zou beginnende ondernemers altijd aanbevelen. Zorg eerst voor minimaal één. zo niet twee gratis producten. En een gratis product kan ook een webinar zijn. Een gratis product kan ook een opname zijn. Oké, okay, gratis product kan, you know... En je dan zegt, ja, van, 6, uh, van 59 euro nu voor slechts 22 euro. Nogmaals, voor slechts 22 euro onweerstaanbaar aanbod heb je dus een prachtig mooie kaart te zetten. Anyways, dus daar, dat is wat mij betreft trendnummer. Even kijken, zal ik even die terugzetten. Dat is wat mij betreft de trend nummer vier. Oké? Okay? Zoals jullie weten, ik heb gezegd: we gaan het over vijf trends hebben. Maar natuurlijk ga ik het niet over vijf trends hebben. We gaan het over zometeen: heb ik twee laatste trends voor je. Alright? Maar laat me hieronder weten. Hoe is deze show voor jullie, by the way? Hoe is, zijn jullie nog wakker of ben ik te luid voor jullie? Heb je, is het waardevol? Is het waardevol dat we het over trends van 2024 hebben? Laat me hieronder weten, alright? Want ik ga namelijk naar trend nummer 5. En trend nummer 5 lijkt alsof ik uh, 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 voor mijn eigen parochie ga zingen. En dat doe ik heel graag, by the way. Als ik ergens achter sta, dan neem ik dat meteen als mijn eigen parochie. Dan ga ik het over hebben. Maar trend nummer 5 is een ondergeschoven kindje. Ik had het als trend nummer 2 had ik het over de New Kid on the Block, namelijk over trends. Maar wat ik zou doen, ik zou, uh, ik zou de trend nemen als ik jullie was. Trend namelijk LinkedIn. Je LinkedIn marketing. Ik vind het nog steeds. Maar again. het lijkt alsof ik, alsof ik mijn eigen. Hoe noem je dat, mijn eigen, voor mijn eigen profiel aan het praten of zingen. Ik weet niet hoe het gezegd nou ook alweer ging gaat. Ik vind het nog steeds schrikbarend om te zien hoe weinig ondernemers. En serieus, ik meen het, en vooral ZZP'ers, geen die echt klanten nodig hebben, en die zich moeten bewijzen. Hoe weinig ondernemers en ZZP'ers. LinkedIn serieus neemt. Hoe weinig uh, ondernemers daadwerkelijk LinkedIn omarmt. en hoe weinig ondernemers echt content creëert. aanwezig is, netwerkt. profiel optimaliseert. en ervoor gebruikt om LinkedIn. Als, als, een, als een marketingstrategie te gaan gebruiken. Ik schrik er altijd van. Want zo weinig, zo, er zijn er zo weinig. Soms is het komen gaan van mensen. Soms krijgen ze zo'n hype vanuit een, vanuit een online guru of wat dan ook. Die denkt: hé, hey LinkedIn, ik heb leads nodig, ik ga even snel op LinkedIn. Binnen vier maanden vullen ze hun uh, uh, broekzakken en dan zijn ze weg. Ik zal geen namen noemen, maar er zijn er genoeg die om de drie maanden ineens LinkedIn omarmen. Zo bedoel ik het niet. Oké? Okay? Ik heb het niet over de. Over de, over de trailseekers. Ik heb het niet over quick fixers. Ik heb het niet over de online marketers die continu promoten. Alright? Ik heb het over daadwerkelijk netwerkers. Ik heb het over ondernemers. Ik heb het over daadwerkelijk diegene die geïnteresseerd zijn om andere mensen te gaan helpen. De sociale entrepreneurs. Okay? Ik en jij. Als je naar mijn uitzending kijkt, kan het niet anders dan dat je sociaal entrepreneur bent. Want je gaat niet s ochtends om tien uur, oudejaars, nieuwjaarsdag naar mij luisteren. terwijl je gewoon je pockets wil gaan vullen. Okay? Dus als het goed is. Ben je van mijn community? Als het goed is, zijn we samen sociaal ondernemer Dan vinden we het sociale gedeelte belangrijker. Vinden we het geven belangrijker. Vinden we het uh, bijdragen aan de verbetering van de levenskwaliteit van mensen belangrijk. Oké, okay? want dat is in ieder geval wat ik belangrijk vind. Daarom ben ik hier. Je ziet het 839ste aflevering vandaag. Ben ik al meer dan drie jaar iedere werkdag om tien uur hier. Even wat uh, kleine, kleine inconsistenties van vorig jaar even opzij zetten. Oké, okay? en dat bedoel ik. Die consistentie, die serieusheid op LinkedIn mis ik bij heel veel ondernemers. En als ik jou was, als ik jou een advies mag geven, als ik jou een op een zou coachen, als ik echt achter je voordaan zou zitten om je, om je binnen, binnen drie maanden als nummer één expert te gaan uh, positioneren, dan zou ik altijd voor je LinkedIn marketing gaan. All right? Dan zou ik echt altijd werken aan je LinkedIn. Want LinkedIn gaat mega belangrijk worden. Want guess what? Instagram wordt duurder. Voor Twitter moet je gaan betalen. Straks moet je voor Facebook gaan betalen. Onthoud dit, guys. Het is niet zomaar een trend. Het is niet zomaar een hype. Je gaat steeds meer betalen om clublid te worden. Het wordt bijna gewoon een sportschool waar je lid gaat worden, waarvoor je moet gaan betalen. Dus je aanwezigheid gaan ze steeds meer chargen. Je moet zelfs voor de adem die je ademt, de adembelasting betalen. Want dat is wel wat je gaat betalen op Facebook of Instagram. Het is adembetaling. Het is bestaansrecht. Dan zou ik je aanbevelen, zolang LinkedIn daar geen plan heeft. En again, LinkedIn loopt altijd ongeveer vier tot vijf jaar achter. Maak gebruik van LinkedIn. Maak gebruik van alles wat met LinkedIn te maken heeft, oké? Okay? En daar, om daar ook meteen jou te gaan helpen, laat ik die meteen weer erbij halen. Even kijken of ik hem even bij het liedje kan erbij zetten. Dan ga ik zeggen. Happy New Year. Happy New Year! En wat gaan we heen? Waar gaan we heen? Dan gaan we naar het volgende blok. In deze blok van wellicht 5 minuten of 10 minuten, te, ik ben de tel kwijt, ga ik jou een volledige LinkedIn profiel scan geven. Dus zet hier Happy New Year als je graag je LinkedIn profiel door mij gescand wil hebben. Ik ga een uitgebreide scan geven hoe jij je LinkedIn profiel kunt optimaliseren, oké? Okay? Dus zet er hierbij Happy New Year! Want dan krijg je dit prachtige mooie cadeau. Alright, en ik heb al eerst uh, even kijken wie heeft zich aangemeld. Yes, Hansje, Happy New Year. Yes, bij deze ben je een van de fantastische winnaars van zo'n LinkedIn profiel uh, check. Alright, en Elisabeth zegt ja, uh, weten wat de trends voor 2024 zijn, zijn heel belangrijk voor mij iets. Iets met mensen bereiken waar ze zijn. Absoluut. En ik zou daar echt een LinkedIn-strategie achteraan zetten. En Demi zegt, ja, goedemorgen allemaal. En een hele goedemorgen, lieve Demi. Again, we zijn beland. Als je Happy New Year hieronder gaat zetten. Kijk, net als Demi. Bij deze ben je ook winnaar. Gelukkig nieuwjaar voor iedereen. Dan win je de, de LinkedIn-profielcheck. Speciaal voor jou. Dan ga ik over je hele LinkedIn heen. Dan geef ik je feedback. Laat ik je zien hoe je dat kunt verbeteren. Alright, Dus zet hier Happy New Year. Aankomende vijf, vijf minuten. Totdat ik de volgende... Totdat ik de volgende... Blog gaan lanceren, dan gaan we het over LinkedIn hebben. Want, again, een van de belangrijkste trends, trend nummer 5, is LinkedIn marketing. Als je nog niet <coughs> minimaal, <coughs> sorry, als je nog niet minimaal 5 tot 10 leads per week via LinkedIn ontvangt, als je nog niet weet hoe je gevonden gaat worden op LinkedIn, als je nog niet zichtbaar bent op LinkedIn, als je daadwerkelijk daarmee over wil weten, zet hier heb je nu, net als Damien. Ja, super Damien. Yes, 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 bij deze. De volgende winnaar is Demi. Ja, ja. En we hebben nog een winnaar. Ja, dames en heren, Sonja. Ja, yeah. gefeliciteerd. Ja, fantastisch dat je erbij bent, lieve Sonja. Helemaal vanuit prachtig mooi Friesland. En David zegt super, dankjewel, Aramiek. Again, dit is het blokje voor LinkedIn. Zoals ik zei, het lijkt alsof ik voor mijn eigen parochie zing. Het is echt niet zo. Als iets anders, als Instagram een hype zou zijn. Jullie hebben me gehoord bij, uh, uh, bij hype nummer, uh, trend nummer 2, namelijk threads. Maar LinkedIn blijft een basis. Ik zou je altijd willen aanbevelen: zorg dat je aanbevelingen op orde zijn op LinkedIn. Zorg dat je positioneer goed is op LinkedIn. Zorg dat je goed gevonden gaat worden. En dat begint allemaal iets met je profiel. Maar dat is niet alles, oké? Okay? Je begint eerst met je profiel, dat is stap nummer één. Stap nummer twee is hoe je moet gaan leren netwerken. Niet meteen met content. De meeste van, vragen die bij mij komen, ja, wanneer post ik content, hoe wat voor content werkt, stop met denken dat je eerst moet gaan content posten. Ga leren netwerken. In je reacties, in je hartelijkheid, in je inbox, de relatie die je aangaat met je profielbezoekers is veel belangrijker dan welke content dan ook. Oké, okay, het is geen content uh, spelletje op LinkedIn. Het is juist een netwerkplatform. Het is een spirituele, in, uh, spirituele entiteit, noem ik het altijd. Oké, okay? het heeft een energie, het heeft een energetische uh, bewustwording. En, <coughs> <sorry>. <coughs> en hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt op LinkedIn. All dus zorg dat je LinkedIn-positioning op orde is. Nou, again, als je hier je de Happy New Year neerzet, dan ga ik je daarmee helpen. En Sonja zegt, super bedankt. Ja, heel graag gedaan. Ik vind je fantastisch bezig, lieve Sonja. Echt. Je gaat daarvoor. Dus echt top, 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 top. Again, om hierover over door te praten. Mocht je by the way vragen hebben over LinkedIn, laat het me hieronder weten. Maar hier een belangrijk iets wat LinkedIn betreft, wat ik, wat ik wel zie gebeuren, is dat ondernemers zich te vaak... Te moeilijk maken om op LinkedIn aanwezig te zijn. En nu ga ik je vertellen, zoals ik het vind, oké. Okay? Er is een moment, er is een bepaalde, bepaalde stappenplan die naar je content leidt. En ik ben het helemaal met je eens: content zorgt ervoor dat mensen jou leren kennen. Jouw verhaal is belangrijk. Maar, in tegenstelling tot welk ander social medium dan ook, in tegenstelling tot Facebook, in tegenstelling tot, LinkedIn, tot, tot Instagram, in tegenstelling tot threads, in tegenstelling tot YouTube, waar dan ook. Op LinkedIn gaat het niet over jou. LinkedIn gaat niet over mij. LinkedIn gaat over jou, jouw ideal client. Snap je wat ik bedoel? De meeste ondernemers denken: Oh, ik heb iets op Instagram geplaatst, laat ik het ook meteen op LinkedIn plaatsen. Exact dezelfde content. Terwijl het op Instagram een egocentrisch content is, gaan ze het op LinkedIn exact hetzelfde doen. Oh, kijk wij hier kwetsbaar zijn. Oh, heb je mijn verhaal gehoord? Nobody gives a peep about your verhaal op LinkedIn. Please, ik probeer je niet te beledigen. Ik probeer even te chargeren. Maar op LinkedIn gaat het erom: wat kun jij voor mij doen? Wat kun jij voor je ideal client doen? Okay, wat kun jij aan mij leren zodat ik mijn kennis en ervaring ga, uh, ga uitbreiden? Okay? Dus LinkedIn is het enige sociale medium, het enige netwerkplatform. wat niet over jou als ondernemer gaat. Het gaat erom: hoe los je het probleem van je doelgroep op? Hoe los je het probleem voor je ideal client op? Daar gaat het om. Als je dat niet in staat bent om te doen, in je daden, in je woorden, in je profiel, maar ook in het netwerkgedeelte, dan kun je prachtig mooi content maken. Dan kun je fantastische video's maken, dan kun je geweldige blogs maken, dan kun je geweldige live uitzendingen doen. Maar als je het content over jezelf hebt, heeft niemand daar wat aan. Echt, op LinkedIn word je niet succesvol. Hoe word je succesvol? Door te geven. Door altijd aan je doelgroep te denken. Door altijd hun problemen aan de voorkant te zetten, op te lossen. En stoppen met dat Instagram- en Facebook-gedrag. Dat allemaal om jou gaat, alright? Wil je dat doen, ga naar threads. Dat is een nieuwe trend. Oké, okay? ga op threads. Het is net Twitter, het is net een sociaal medium. Heb het continu over jezelf? Heb... Hou daar een dagboek bij. Vind ik helemaal prima. Maar op LinkedIn wil jij continu het probleem van je doelgroep op gaan lossen. Oké, okay? anyways. Dat is dus trend nummer vijf. We gaan, we gaan nog even door. Je hebt nog zeker vijf minuten om mee te doen aan de, aan de Happy New Year. Ik zal hem weer nog even erbij zetten. Kijken of ik, of ik nog meer mensen heb die graag willen winnen. Ik hou van winnaars. Dus mocht je mee willen doen, is je moment. Happy New, Year, happy New Year, gelukkig nieuwjaar, dames en heren. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben. Um, laat me weten, we zijn er allemaal online trouwens. En uh, laat ik even, voordat ik naar trend nummer 6 ga... want ik heb nog een trend voor jullie. We gaan nog niet weg. Laat me hieronder weten wat zijn jullie plannen voor vandaag? Laat me hieronder weten, ik ben benieuwd en waar je vandaan aan het inschakelen bent. Ik, ik weet van so sommige mensen kan ik ongeveer bedenken waar jullie bij zijn, maar laat me weten, vertel me waar je vandaan komt en wat je vandaag gaat doen, wat voor plannen je hebt. Want sommige van jullie zag ik hier dat ze met totaal andere dingen bezig zijn. Volgens mij rijk ik al wat. Kijk en luister terwijl ik de luier verschoon van onze kleindochter. en ik hoop dat je inmiddels lekker lekker uh, de kleindochter verschoond hebt en uh, dat ik op de achtergrond aan het luisteren ben. Maar ik ben heel erg benieuwd. Wat jullie plannen zijn van vandaag. Want ik ga het hebben, namelijk over de over zesde trend. En zesde trend klinkt als een van de andere trends. Maar laat ik even samenvatten welke trends ik tot nu toe heb gezegd. Trend nummer één, ging het over live uitzendingen. Live op Facebook, live op Instagram, waar dan ook. Trend nummer twee is Threads. T-H-R-E-D-S. Dat is een nieuw sociaal platform die via Instagram is uh, uh, gelanceerd. Al een jaar geleden in Amerika, maar nu hebben we het sinds twee, drie weken in Nederland. Trend nummer drie. Zorg dat je stopt met chat, chat, gpt. Als je het nog niet hebt toegepast, dan ga het persoonlijk maken. Alles wat je aan het doen bent, zorg ervoor dat mensen persoonlijk gaat uh, opvolgen. Trend nummer vier is zorg voor fantastische, waardevolle, gratis producten. Zodat je onweerstaanbaar aanbod vele malen belangrijker gaat worden... Oké, okay. dat is trend nummer 4. Gaatsproducten, ontzettend belangrijk. Ook op LinkedIn, by the way. Je hebt meer dan 12 plekken om op LinkedIn gaatsproducten te gaan neerzetten, guys. Trend nummer 5, eigen parochie, LinkedIn wordt heel erg belangrijk. LinkedIn is al belangrijk, het wordt vele malen belangrijker. Dit jaar, guys, zorg ervoor dat je daadwerkelijk echt LinkedIn serieus gaat nemen, oké? Okay? En even kijken, Chantal zegt, ja, ik ben er in Hofdorp. Martine zegt, goedemorgen vanuit de Hengelo-Armink. Hé, gezellig Hengelo. Hey, en happy new year voor jou en je dierbaren, dankjewel. Jij bent de winnaar. Yes, jij bent de winnaar, Martine. Bij deze heb je een prachtig mooi LinkedIn-profielcheck gewonnen. En Sonja zegt, yes, leg je het bos in zodat het droog is. Een aantal mailtjes de deur uit over mijn boekpresentatie op 14 januari. Laat me weten. Waar gaat je boek over, Sonja? Doe even alsof ik het niet weet. Laat me weten waar je boek over gaat, oké? Okay? En Hansje zegt voorbereiding voor woensdag, dan gaan Thorsten weer twee uur live op LinkedIn. En Elisabeth slaat ook aan, we reflecteren op de afgelopen maand december, we nemen mensen mee in onze inzichten. Wat mooi. En als ik je een vraag mag stellen, Hansje en Thorsten, gaan we dit vaker zien? Ben je niet vaker van plan? Laat me weten. Oké, okay, als je dit vaker van plan bent, ook al zou het maar één keer per week zijn, dan totally fine. Maar promote het hieronder, alright? En Elisabeth zegt ja, de kinderen en kleinkinderen komen om gelukkig een jaar te wensen. Wat mooi oma. En overgroot oma, overgroot moeder volgens mij. Wat gaaf, wat heerlijk. En Martine zegt, uh, en iedereen hier natuurlijk, de allerbeste wensen voor het nieuwjaar. jaar. En yes Martine, je hebt gewonnen. Yes, wat leuk, dankjewel. Yes, absoluut, absoluut. Iedereen hier de toekomst, lieverd. We zijn continu bezig om cadeautjes weg te geven. Alright. En Sonja zegt ja, over hoe je met jezelf omgaat als kinderen je triggeren. Mooi, prachtig. Hoe ga je met jezelf om als kinderen je triggeren? Zet hier de, zet hier de, uh, de, de titel neer, oké? Okay? En als er een website is, als er iets is wat we moeten doen, promote jezelf, guys, hieronder. Uh, Martine zegt vandaag geen plannen. Even rust maar. Uh, heel goed, heel goed, heel goed. En again, mocht je nou. Appa B&E willen of een gewoon lekkere olieball, guys. Vandaag is de. Uh, Sasdag, hoe noemen ze dat? De Scheid dan Sasdag, I don't know. Wat het ook is. Uh, neem er eentje, geniet ervan, zou ik zeggen. Of neem een kopje thee. Want we gaan het hebben zometeen over de zesde, zesde trend. Hoe je echt kunt luisteren naar elkaar en. Komt er zometeen aan. Mooi. <coughs> mooi titel. Yes. Zesde, zesde trend. Even kijken, voordat ik dat zeg, dan zegt Sonja: Dit is de titel. Hoe je echt kunt luisteren naar elkaar en zien hoe mooi je bent. Oh, beautiful. Wat mooi. Wat mooi, wat mooi, wat mooi. All right. Komt-ie aan? Misschien heeft het hiermee te maken. Zesde trend. Ik had er vijf beloofd, maar ik krijg er nog eentje. En nog steeds kun je, als jij je nieuwe hier neerzet, of je Instagram inlogt of via welk kanaal dan ook, guys, je kan hier gewoon meedoen. Dan ontvang je van mij de LinkedIn-profiel-quickscan, uh, uh, oké? Okay? Zesde trend heeft alles te maken met hoe 2023 is gegaan en hoe je in 2024 veel meer impact gaat maken. Namelijk, de trend is zorg voor de juiste opvolging. Zoals Jim Rohn zegt, always be follow-upping. Opvolging wordt vele malen belangrijker dan welke performance dan ook. Want soms heb je een performance-based strategie, namelijk je gaat training geven, daar, daar doe je alles. Maar nu in 2024 vinden mensen het veel fijner als je hen nadat je iets gegeven hebt. na een event, na een live uitzending. nadat je iemand hebt geïnterviewd. terug gaat komen en persoonlijk gaat opvolgen. Dit zeg ik al jaren. Opvolging is een van de allerbelangrijkste strategieën. All right? Dus daarom hoef je ook niet over content te nadenken. Daarom staat content qua strategie bij mij heel laag. Het staat helemaal niet hoog, je content. Maar opvolging is ontzettend belangrijk. ...onzettend belangrijk, guys. Opvolging is super, super, super belangrijk. Dus zorg ervoor dat je goed gaat opvolgen. En volgens mij zie ik Angelique hier voorbij komen. Angelique zegt, ja, gelukkig nieuwjaar. Nou, gelukkig nieuwjaar aan jou ook, lieve Angelique. Ik wens je een prachtig mooi 2024. En bij deze ben je de winnaar van de LinkedIn, uh, LinkedIn profielquickscan. Dus uh, van harte gefeliciteerd. De volgende winnaar. Yes. Bam. Yes, van harte geweest, Tilly van Angelique. En diegene die net inschakelen kijken van waar gaat dit over? Nou, heel simpel, we gaan nu richting het einde van de uitzending. Dus dan kan je tot dan... Hey. Ja, als je Happy New Year hoort, dan zet je hier Gelukkig Nieuwjaar of Happy New Year. Dan ontvang je van mij de LinkedIn-profiel. Quickscan namelijk, dat ga ik over je LinkedIn-profiel. Dan geef ik, een, geef ik een aantal aanbevelingen, feedback over je LinkedIn-profiel, oké? Okay? Dus zet hier Happy New Year of Gelukkig Nieuwjaar, dan gaan we dat doen. En uh, Sonja zegt, ja, zie hoe mooi je bent. Dat is de titel waarschijnlijk. En dan www.sonjazwart.nl. Mooi! Ja, mooi, dankjewel. En Hansje zegt Happy New Year. Yeah. Goed gedaan, Hansje. Sommigen van jullie gaan alle cadeautjes uh, uh, bij deze ontvangen. Bij deze, Hansje, je bent een van de gelukkigen die alle cadeautjes gaat ontvangen. Dus top, 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 top. Yes. Uh. Alrighty, waar gaan we het over hebben? Dus, trend nummer 6. Persoonlijk, persoonlijk opvolgen. Persoonlijk, als mensen op in je uitzending gaan, zorg, zorg dat ze gewoon een, van je opvolging krijgen. En Angelique zegt: ja, uh, uh, super bedankt, ik kom net binnen Wist van niks. Nou, nog leuker, nog leuker. Dus heb je nu gelukkig een jaar bij deze. Lieve Angelique, heb jij je eerste 10 ontvangen bij deze? Ik geef het je heel graag. Anyways, zoals ik zei, vandaag zijn we meer dan 24 cadeautjes aan, aan, aan het uitdelen. De cadeautjes, cadeautjes verschilden van jouw beste jaar ooit live. Training, tot Boost Yourself, tot een één-op-één coaching met mij, tot Boost Your Marketing. En natuurlijk de LinkedIn profiel quickscan, dus helemaal tof. En Hansje zegt, ja, ik blijf dansen met al die mooie cadeautjes die ik win. Ja, fantastisch, geweldig. En Angelique zegt, ja, volledig mee eens die persoonlijke benadering, opvolging. Absoluut, absoluut. En nu komt het allerbelangrijkste. Laat ik bij deze trend heel duidelijk zijn, voordat ik het vergeet te zeggen of wat dan ook. Het persoonlijke benadering en opvolging, wat bedoel ik ermee? Ik bedoel niet wanneer mensen. Ik bedoel niet wanneer mensen van jou gekocht hebben. Dus als ze klant gaan worden, dat je ze ook gaat opvolgen. Ik ga ervan uit dat als mensen klant worden bij jou, dat je ze op gaat volgen. Oké, okay? laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het juist over de, over de momenten waarbij onbekenden bij jou binnen zijn gekomen. Of je gaat het product hebben gedownload, of zoals hier zijn in de audience geweest, ga ze opvolgen. Oké, okay? En ik zal je een van de dingen vertellen. Uh, als je via Instagram kijkt, by the way, kan je nog steeds meedoen. Er komen steeds nieuwe mensen bij Instagram bij. Ook jullie maken kans, guys. Ik zie Natasja volgens mij binnenkomen, Arin binnenkomen, Esther, Lydia via Instagram. Zet hieronder onder Instagram Happy New Year. Dan ontvangen van mij een van de cadeautjes. Maar wat ik dus bedoel met opvolgen, is juist je prospects. Juist mensen die jou niet kennen. Juist mensen die voor het eerst bij jou komen. Zorg dat je een levensstijl gaat aannemen dat je altijd mensen gaat opvolgen. Oké? Okay? Altijd mensen gaat over En niet, zoals ik heel vaak zie, dat je gaat wachten met kerst of met oude en om een kaartje te gaan sturen. Again, dat is iets waar ik aan moet werken, oké? Okay? Ik ben niet van kaartjes sturen. Met en geloof me, dit jaar dacht ik, oh, ik heb hier al die prachtig mooie greetings gehad van Chantal. Ik ga allemaal geweldige cliënten, geweldige mensen, ga ik een kaartje sturen. Echt, ik zweer je, ligt nog steeds op, de, op stapel. Ik heb de adressen, ik heb de namen. Ligt nog steeds op stapel op mij te wachten, oké? Okay? Dus dat is één ding waar ik fysiek aan moet gaan werken. Maar ik heb het over opvolging. Dat als ze eenmaal in je winkel zijn, als ze net in je uitzending zijn geweest, ga ze opvolgen, ga ze bedanken. Right? Ook als je ergens geïnterviewd wordt. Kijk maar naar mijn interview met de Thorsten en Hansje. Daar zaten nog twee andere experts bij. En ik was de enige die de live, na de live uitzending iedereen ging opvolgen. Zowel onder, de, onder, de, onder het interview als daarna via de DM. Okay? Zorg dat je die eigenschap mee gaat nemen. Zeker als je live gaat. Zeker als je veel meer. veel meer gaat netwerken. Zorg dat je altijd meeneemt. Always be follow-upping. Zorg dat je altijd gaat opvolgen. Alright? <coughs> Anyways. Let's see, Hansje zegt. Ja Sonja Zwart, wauw, wat een interessant onderwerp. Absoluut. En Angelique zegt: "Ja, gelukkig nieuwjaar Hansje." Absoluut, guys. We zijn inmiddels meer dan een uur bezig. We zijn inmiddels meer dan een uur bezig. Ik voel me net Sint-Klaas. Ik hou ervan. Ik zal even wat van kleur veranderen. Yes, vandaag is de dag. Vandaag is 1 januari. Ik wil je alle beste wensen wensen. Want we gaan zo meteen naar de Blessing of the Day. Wat belangrijk is vooral voor 2024, je ziet het in de trends, is dat je dichter bij jezelf gaat blijven. Dat je niet gek laat maken door alle AI-dingen die bijkomen. komen. Laat ik wat valkuilen waarschuwingen geven. Keep it simple, sweetie. Oké? Okay? Dus wat zeg ik? Keep it simple, sweetie. Ik probeer hem hiervan aan. Keep it simple, sweetie. Zo makkelijker. dus hou het simpel. Ga niet moeilijk doen. Oké, okay, opvolgen hoeft helemaal geen tijd te kosten. Opvolgen is alleen maar gaan checken van: hé hey Hansje, denk dat je you you vanochtend hier was. Dankjewel Angelique dat je hier was. Hé hey, Torsten, ik hoop dat je niet meer naar poep ruikt en uh, goed gaat met de uh, kleindochter met jou. Whatever it is, hou het simpel. Ga niet zeggen: ik ga pas beginnen, want in Nederlands Adam en dan van de microfoon heb met koptelefoon en al die, al die shabam wat die in de beeld ziet gaan. Maar als je live wil gaan, klik je gewoon Facebook Live en dan ga je live. No problem heb ik. Meer dan drie jaar gedaan. Geloof me, als je af en toe terug in mijn herinnering kijkt, ik ben van 2013 tot 2017, dat we naar Spanje verhuizen, ben ik iedere dag live geweest om negen uur. En gemiddelde reactie daarop op Facebook was 150. Ik had iedere ochtend om negen uur ging ik live. Ook al waren we in Spanje, ging ik daar ook live, ging ik vroeg opstaan. You know, het gaat niet hoe je het doet, het gaat hoe consistent je het doet. Want je leert vanzelf hoe het werkt, je leert vanzelf. Wat, 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 wat werkt en wat niet werkt, oké? Okay? Na de 839 uitzendingen hieraf via ja, dit platform te hebben gedaan, dan weet ik op een gegeven moment wat ik moet doen. Je kan het niet binnen vijf keer hebben geleden. De meeste ondernemers geven het na vijf keer al op. Van zie je wel, ik ben stom, ik ben dom, ik ben digibeet. Nee, ga eerst stoppen na duizend keer. Waarom denk je dat ik mijn gezondheid uh, uitdaging met jullie deel van uh, dag 80 nog, nog 920 dagen te gaan? Toen ik begon met een. Uh, met een podcast zei ik al, ik ga niet uh, tien, tien maanden podcast. Ik ga niet dertig dagen podcast doen. Want tegenwoordig is dat, schijnt heel heel dienst te zijn. Dan hoor ik een expressie, ja, we gaan tien dagen achter elkaar live. Oké, okay, ik heb gezegd duizend dagen. Dus ga jezelf stretchen alsjeblieft, oké? Okay? 2024 is hier, maak grotere doelen. Hé, hey, wil, je, wil je betere doelen? Wil je daar iets mee doen? Again, daar heb ik dus, ik ben het helemaal vergeten te zeggen. Je kunt nog steeds mijn cadeautjes uitpakken op aramiekonline.com. Er zijn 33 vragen waarop je terug gaat kijken naar je, naar je, naar je jaar. En dan maak, je kan, nou, niet maak je kans, dan krijg je gratis ticket voor de, voor, voor de training van aanstaande vrijdag. Het gaat over, creëer je beste jaar ooit in zeven stappen. Ik laat je leren hoe je dat doet. Alright? Mocht je het live willen meemaken, dan zie je op de tweede pagina, kan je gewoon de tickets bestellen you know? tegen een onweerstaanbaar aanbod. Uiteraard. Oké, okay, maar geef jezelf een kans. Als je dat nog niet hebt gedaan, ga naar armyconline.com. Zorg ervoor dat je in ieder geval die andere cadeaus 33, uh, 33 uh, vragen pdf heb, uh, uh, hebt aangevraagd. En 19, december, 19 januari is de live-dag van jouw beste jaar. Ooit dan leer ik je hoe dat moet doen. Als je dat niet weet, als je het weet, moet je zelf gaan doen. Maar again, maak het grootste 2024. Ik hoop dat je onrealistische doelen en dromen gaat stellen. En zo niet, laat me je helpen. Oké, okay? dus 19 uh, januari, be there guys. Anyways, let's see wat Sonja zegt. Sonja zegt: ja, je kunt je de eerste drie hoofdstukken gratis downloaden op mijn site. Fantastisch. Dus ga naar sonjazwart.nl en download de eerste gratis hoofdstukken. Fantastisch. En uh, Elisabeth zegt: ja, 31 keer in december was een mooi begin. Een super ervaring. Ja, ik ben zo trots op je. Yes, man. Heerlijk goed gedaan. 31 keer live. Dus als je het één maand kan zou het ook vaker kunnen. Anyways, anyways, anyways. Mocht je vragen hebben, guys, laat me hierover weten, want we gaan naar het laatste blok. Maar nog steeds, als je hier Happy New Year onderzet, kun je mijn LinkedIn profielcheck winnen. Dus laat me weten, want ik ga naar de blessing of the day. Let's see. En kijk, Antoinette komt binnen. Die zegt: Morning, gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal. Yes. En, van Antoinette, bij deze, deze win je mijn LinkedIn profiel. Quick scan speciaal voor jou, van Antoinette. Fijn dat je erbij bent. Te gek dat je erbij bent. Anyways, laten we gaan kijken naar de blessing of the day. Want dan trek ik deze prachtig mooie kaart van Chantal. Let's see what the blessing of the day voor ons in petto heeft. Gaat goed schudden, die the Blessing of the day. Even kijken. Kijk even niet in de camera, kijk of ik. Wat ik hier. Zo. Wauw. Prachtig. Nou, laat dit de intentie zijn van dit jaar, dames en heren. We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it. Rick Warren. Ah, wat een mooie intentie, jongens en meisjes. Wat een prachtige intentie. Met andere woorden, 2023 is geweest. Maar je hoeft het niet als schuld meenemen te naar 2024. Dus zorg ervoor dat je helemaal opnieuw gaat beginnen. Want we are products of our past, but we don't have to be prisons of it. Laat je verleden niet het excuus zijn. Laat het verleden niet het smoesje zijn dat je niet gaat knallen. Laat 2023 niet als excuus gelden, maar als extra motivatie, alright guys? En yes, mocht je deze prachtige mooie kaarten willen hebben, check mixmediavan.nl. Ze heeft een mega geweldige onweerstaanbaar aanbod in plaats van 59 euro voor slechts 22 euro, kan je het aanschaffen? Checkmixmediavan.nl, want dan ontvang je ook twee prachtige Happy Holiday kaartjes. En um Prachtig mooie, zo, prachtig mooie uh, boek, waar het meer over, over verteld wordt over de quote. En je krijgt een prachtig mooie verpakking. Ik zou het je aanbevelen, want ze heeft de actie verlengd. Dus ik zou zo snel mogelijk deze actie gaan doen, want de prijs gaat zeker omhoog. Die, die is gek geworden. Ik heb het nog nooit zo goedkoop gezien. Om weer staan maar aanbod te geven, maar bij deze, oké? Okay? van.nl. en zorg ervoor dat je deze prachtig mooie aanbieding gaat, gaat uh, claimen. En again, wat ik zei, ga naar micaallijn.com als je nog niet mijn 33 vragen om je jaar af te sluiten... heb gedownload, want dan krijg je een gratis ticket... voor de Jouw Best Jaar Ooit de online training... voor aanstaande vrijdag. Want het is vandaag maandag, weet je. Sommigen van jullie denken van, het is vakantie. Maar aanstaande vrijdag, 5 januari... gaan we Jouw Best Jaar Ooit training geven. Waardoor je kans maakt en kunt aan Waardoor je kunt inschrijven voor de Jouw Best Jaar Ooit training... op 19 januari. Anyways, dat is de live dag. Let's see wat zegt Antoinette? Ja, supergoeie kaart voor vandaag 1 januari, absoluut. En uh, top, uh, thanks heel graag dan Antoinette. Hansje zegt ja, supergraag wel Elisabeth en zorgen. van alle lives, absoluut. Als je lives van Elisabeth niet hebt gezien iedere ochtend. Om half negen is ze online geweest de afgelopen maand. En uh, even kijken wat zegt Hans-Jans. Je zegt, ja Sonja, leuk, dat ga ik doen. Hopelijk dat je heel veel mensen mag bereiken met... Zie hoe mooi je bent. Heel mooi jaar gewenst. Ja kijk, het wordt al heel goed genetwerkt. En ga elkaar toevoegen op, ga elkaar toevoegen op LinkedIn en Facebook, guys. Doe het, doe het, doe het. En yes, Chantal zegt, alleen vandaag nog via mixmediafan.nl. Want vanaf morgen weer de reguliere prijs. Again, ik blijf het zeggen. Wil je deze prachtige mooie kaarten? Ga naar Mixmedia, uh, uh, mixmediafan.nl. En zorg zorgen dat je het gaat claimen in plaats van de normale 59 euro voor slechts 22 euro. Anyways. Hansje zegt, ja, de kaarten zijn geweldig. Ik pak ze regelmatig even bij. Een hele mooie aankoop. Dank dat je al die dozen wilde tillen, Chantal. Ja, exact. Dat bedoel ik. Heeft zij gedaan? Absoluut niet. Naar eentje. Ik, ik, ik was aan het werk, dus dan heeft ze zelf, zelf allemaal getild naar de, de verdieping ongeveer. En Sonja zegt: Ja, Hansje, even naar beneden scrollen. Je bent een topper, dankjewel. Uh, lieve Handje, even naar beneden scrollen op mijn hoofd een beetje Helemaal te gek. En Angelique zegt: Ja, 5 januari vrijdag verjaar ik. En doe ik zelf een verjaardagsparty. Hé, hey, gefeliciteerd. Zullen we alvast een yeah, celebration doen? Hé, hey, van harte gefeliciteerd. Yeah. Super. Nou, je weet hoe het gaat altijd met online programma. Online uh, webinars en trainingen van mij. Mocht je er niet bij kunnen, omdat je jarig bent, schrijf je alsnog in. Want dan ontvang je de replay voor twee dagen. All right? Even kijken wat zegt uh, Martine. Thanks Adamiek. Fijne nieuwjaarsdag nog. Ja, dankjewel. En again. Ik zou zeggen, neem er een appelbeenje of, uh, of, een, of een heerlijke oliebol in geval. Zorg dat je vandaag lekker gaat genieten. Ik wil iedereen bedanken, want we zijn tegen het einde van de... Yes, we zijn tegen het einde van deze prachtig mooie nieuwjaarsuitzending gekomen. Meer dan een uur en tien minuten na echt. Ik was echt van plan om half een half uurtje live te gaan. Ik heb allemaal blokje van vijf gedaan om cadeautjes te gaan uitdelen. Anyways, ik wil jullie allemaal bedanken. Het is uh, Een fantastisch, fantastisch begin van een prachtig mooi nieuwjaar. 2024 is hier. Dus ik wil alle live kijkers die erbij waren. Iedereen. Lieve Hansje. Lieve Torsten. Even kijken. Uh, mijn lieve Chantal. Ingeborg. Uh, Even kijken, wie kwam erbij? Sandra. Even kijken. Lieve Elisabeth, natuurlijk. Martine, Antoinette. Even kijken, wie komt er nu bij? Petra, Demi. Ja, natuurlijk. Lieve Sonja, helemaal vanuit Friesland. Martine, even kijken of ik iedereen gehad heb. Ja, Angelique, te gek dat je er bent. En al, alvast uh, natuurlijk, gefeliciteerd met je verjaardag. En, en even kijken, Antoinette heb ik ook meegemaakt. En al, iedereen die via Instagram kijkt: Natasha, Arin, Esther, Lydia. Te gek dat jullie er waren, dames en heren. Het was me een waar genoegen. Dank, dank, dank voor Aanwezigheid. Want natuurlijk, morgen ben ik er weer. Morgen ga ik mijn inzichten delen van afgelopen december. Hoe was het nou en waar gaan we naartoe voor dit jaar? Alright, dus ik heb hem gezegd: morgen is de Day After uitzending. Alright, dus er, mocht je daarbij willen zijn, ik ben u ontzettend dankbaar. Ook alle winnaars, alle winnaars bij deze. Van harte gefeliciteerd. Dus lieve Sonja, lieve Martine, lieve Antoinette, lieve Chantal, lieve Hansje, lieve Torsten, uh, lieve, 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 lieve Angelique. Even kijken wie wij nog meer de winnaars. En lieve Demi, lieve Martine. Iedereen die gewonnen heeft bij deze. Je ontvangt straks van mij de links en alles wat er nodig is. Uh, uh, omdat je de winnaar bent geweest. En weet je, we zijn allemaal winnaars. Dus ik ga iedereen die hier is live is geweest, krijgen jullie alle vijf cadeautjes wat mij betreft. En de 1 op 1 coaching. En de quickscan. En de boosher marketing. En de boosher zelf. En natuurlijk... ...de Jouw Beste Jaar Ooit-tickets. Dus die komen, de, die komen jullie kant uit, uit dames en heren. Ik wens jullie een prachtig mooie voortzetting. Het, dit was een prachtig mooi begin. Mwah. I love you thanks dat jullie gekeken hebben. Alle herhalingkijkers, hey, weet je... ...doe maar mee hieronder als je Happy New Year... ...hebt gehoord en dan, dan zorg ik ervoor dat je cadeautjes krijgt. Weet je, ik voel me net Sinterklaas Kerstman. Noem het wat je wil. Het was me waar genoegen. En de coach naar mij kijkt ook hier vandaan. Great dat je erbij bent via Instagram. Anyways, ik wens jullie een prachtig mooi jaar. Laat dit vooral een jaar zijn... ...vol positiviteit. Laat dit vooral het jaar zijn als joybringer. Laat dit vooral het jaar zijn van tederheid, lichtheid. Wat er ook in 2023 gebeurt. Hey guys, dat is niks in vergelijking wat voor ons ligt, oké? Okay? Het verleden ligt achter ons. Laten we 2024 tot ontzettend gezond, gelukzalig, gezellig, winstgevend, succesvol, licht, zichtbaar, teder, liefdevol, spiritueel uh, jaar van maken. Vooral dat je hartje... Alles krijgen wat het begeert. Met mooie doelen. Met mo mooie, mooie dromen. Dat dat uh, vo vooral in het centrum staat. Dat we ons afsluiten naar alle nieuws. Naar alle kranten. Naar alle tv's. Dat we stoppen met ons te vergelijken. Stoppen met onszelf klein te vinden. Niet genoeg te vinden. Dat we gaan shinen. Oké? Okay? Want als ik één iemand mag quoten. Dan is wel Rumi, Rumi zegt altijd. You are, you are born to spread your wings and fly. You are not born to crawl. Oké? Okay? Dus laten we stoppen met kruipen. Laten we stoppen met leuren. Laten we stoppen met allerlei... Andere spelletjes met ons te spelen. Laten we in onze grootsheid staan. In het licht. Zichtbaar worden. Zichtbaar genieten. En zichtbaar samenwerken aan een prachtig mooi positief jaar. Dat is mijn intentie voor dit jaar. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Dankjewel dat jullie allemaal waren. Uh, lieve Hansje, lieve Sandra, lieve Sonja, lieve Demi, lieve Martine, lieve Chantal, lieve Torsten. Lieve Antoinette, lieve Angelique en lieve. Even kijken, wie heb ik nog meer gemist? Iedereen die ik daarnaast even check of ik iedereen heb genoemd. En niet gemist. En natuurlijk, lieve Elisabeth en lieve Martine. Thanks a lot en lieve Ingeborg. Te gek dat jullie erbij waren. Het was een waar genoegen. Thanks a lot. Thanks a lot. Echt. Het, het wordt tijd. Het jaar 2024 gaat om connectie. Het gaat om menselijkheid. Het gaat erom dat the future is human, zoals ik zeg. The future looks bright. En ik wens jullie een prachtig mooi jaar. Als het jaar net zo is als afgelopen een uur dat we zo met elkaar hebben genoten, dan wordt het een prachtig mooi, succesvol jaar. Ik wens jullie een prachtig mooie voortzetting. Happy, happy new year. Gelukkig nieuwjaar. En hasta luego. See you morgen. 10 uur. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show, geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn live, Facebook live of YouTube live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg: wij zijn ondernemers, wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil. Iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, yeah, tot de volgende keer, dames en heren. Yes. Dankjewel. Mooie dag allemaal. Dit wordt een topjaar. Zoals Angelique zegt: geniet met je dierbaren vandaag. Vergeet niet te knuffelen. See you later, guys. Tot morgen. Adios.